Het regionale Wanica ziekenhuis is vanmiddag technisch opgeleverd en overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid. De ceremoniële overdracht van de sleutels is gedaan door de Chinese ambassadeur Liu Quan aan minister Vijay Chotkan van OWTNC. Chotkan droeg ze op zijn beurt over aan minister Answan Ilyas, die tenslotte de sleutels van het ziekenhuis overdroeg aan de algemeen directeur van het regionaal Wanica ziekenhuis, Jason van Gendren. DC Audrey Hankers van Wanica Noordoost zegt dat de technische oplevering van het ziekenhuis een hoogtepunt is. Volgens Hankers is dit ziekenhuis een meerwaarde voor het district Wanica. De Chinese ambassadeur Li Quan geeft aan dat het ziekenhuis een geste is aan de Surinaamse samenleving. Met de komst van dit ziekenhuis in Wanica, de reistijd voor patiënten en hun familieleden, maar ook degenen die er werken, aanzienlijk wordt ingekort. Toegankelijkheid en bereikbaarheid van dit streekziekenhuis is cruciaal voor de leefbaarheid in onze regio. Laten we met ons allen het regionaal streekziekenhuis Wanica koesteren en zuinig zijn, omdat we het volste vertrouwen hebben op een volwaardige, veilige en kwalitatieve zorg in dit ziekenhuis. The hospital in any standard is very modern and beautiful, and also is like a garden. So we are presenting to the people of Suriname not only a hospital but a garden. While healing your illness, you still enjoy the beautiful Suriname nature. So, and this is the biggest project ever done between our two countries since the establishment of relations in 1976. Volgens minister Vijay Chotkan van OWTNC wordt deze geste zeer gewaardeerd, vooral door de bewoners van Wanica. Hij gaat in op wat de bijdrage van de Surinaamse regering is geweest bij de bouw van het ziekenhuis. U hoort ook minister Answan Ilyas van Volksgezondheid. En dit alles is natuurlijk als resultaat waarbij dit project een bijdrage is vanwege de staat Suriname van plusminus 120 miljoen SRD als eigen bijdrage en vanuit de Republiek van China een grant van US-dollar 27,8 miljoen. En dat is niet weinig. Ik heb een werkbezoek gebracht. Ik heb ook geïnformeerd wanneer zijn de technici daar. En ik kwam en ik zag een jongeman. De heer Durgam is hier. En ik zei hem, hoe zit het? Hoe snel kunnen we Wanica openstellen? Kan dat al in 2020, want dat is een mooi getal. En hij zei, probleem dit, probleem dat, probleem zo, probleem zo. En ik zei hem, wij gaan alle problemen oplossen. En wij gaan het ziekenhuis in 2020 openen. Hij keek me heel, heel zorgwekkend aan. Maar ik mag je zeggen, he did the job. Together with all. Ik bedank ieder, in het bijzonder heer Durgam is hier. Het is volbracht met medewerking van onze vrienden uit China. Minister Answan Ilyas van Volksgezondheid en daarvoor minister Vijay Chotkan van OWTNC. Zij spraken vanmiddag bij de technische oplevering van het regionaal Wanica ziekenhuis.